Dat is de grote vlag, hè, van België. Ja, maar dat mooi neergezet. Sorry. Mijn vlag is teruggevallen. Hetzelfde. Tjoh, jongens en meisjes, toch weer kijken naar een gloednieuwe vlog. Vandaag ben ik een dag thuis. Dat hebben jullie gisteren ook al in de vlog gezien. Gisteren in de vlog hebben jullie ook gezien dat ik deze heb gefixt. Die hoger kan staan. Kijk, hoe hoog dat die nu staat. En ook gefixt dat ik hem zo kan aansteken. Eigenlijk draadloos overal mee kan nemen. Zie? Dus dat heb ik gisteren gefixt. In de loop van gisteren. Ik vond dat wel handig. Kan ik buiten of ergens anders in een donkere ruimte opnemen zonder dat ik pries nodig heb. Want, en dan kan ik ook dat statief gebruiken waarvoor dat ik nu dat er terug ga opzetten voordat ik het kwijt ben. Want soms ben ik dat kwijt. Hupsa. Dus ja, dat heb ik weer allemaal gefixt gisteren. En ook plantje heb ik nog water gegeven en zo. Allemaal gisteren in de vlog. Maar ja, die vlog heb ik ook nog net opgenomen. Alleen nu heb ik de raam wel open gezet en mijn kleren aangedaan. Daar heb ik nog niet mijn kleren aan, denk ik. I don't know, ik weet het niet meer. Het is al even geleden. Ja, ik ben dus weer terug, qua gewoon al de vlog starten. Maar ik weet nog niet wat ik vandaag ga doen. Het is ondertussen al 2 uur bijna. De vlog staat al bijna online. 2:15. En België tegen Portugal wordt een spannende match. Een te spannende match. Oh, alsjeblieft, België win. Alsjeblieft, België win. Het zou echt kut zijn als België verliest. Want ja, dat betekent dan dat we eruit liggen. Als België nu verliest, dan liggen we eruit, hè. Doe maar. Nee. Nou, ik zit mijn eigen vast zeer te doen. Maar als België eruit liest, pech voor alles. Ah, ik heb een grote vlag. Ik ga die even beneden halen. Tot ziens. Dat is de grote vlag, hè, van België. Ik ga die hier ophangen. Hier zo. Zo net aan mijn bed. Daar zet ik mijn raam niet graag open. Omdat je keide lawaai hebt van camion al te buiten. Maar dus ja, hier komt hij te hangen. Jupsakee. Even mijn camera. Allee. Zo moet het goed hangen. Zo moet het goed staan, bedoel ik. Mijn camera. Nu even bijlichten. Kan ik dat toen bijlichten? Veel bijlichten is dat niet. Ik kan dat natuurlijk niet met duimspijkers doen. Ik vind dat zin van de vlag. Gewoon. Hopsa. Is nu eerst, hoe is het nu weer? Toch eerst, wacht, dat moet ik even zien. Ik heb het niet verkeerd hangen. Dat ik de Belgische vlag niet verkeerd hang. Dat zal het toen zijn. Eerst kan ik dat niet op zien. Dat moet ik zien. Ik kan wel gaan opzoeken, vlag, dit, dat. Maar ja, het makkelijke is nog altijd voor gewoon een sportzaal open te doen en dan krijg je het voor mijn neus geduwd. Allee, ik krijg het voor mijn neus geduwd. Maar aha. Oh, het is andersom. Om het te weten. Eigenlijk zie je het ook aan de naad. De naad is hier afgewerkt aan de andere kant. Gewerkt
hoop dat hem blijft hangen. Dat ik strak geen deken heb. Over. Dat ik strak geen Belgische vlag deken heb. Een beetje naar beneden. Dat maakt niet uit. Oh. Zo hangt het mooi en dat staat mooi op beeld. Ik heb mijn camera mooi neergezet. Ah. Sorry. Dat is spijtig er wel aan. Dat valt makkelijker. Ach ja, maakt niet uit. Hier is de vlag, hangt op. Wit, zwart, geel, zwart, geel, rood, toch? Dat klinkt mooi in mijn hoofd, dus ja, dat klopt dan. Als het mooi in je hoofd klinkt, dan klopt het, hè. Nice, toch? Maar, maakt niet uit. Dat is niet handig dat ik dat elke keer omgooi. Het werkt nog wel, want het stond nog aan tijdens dat ik het omgooi. Maar deze is heel zwaar, de bovenste kap is heel zwaar. Daarom dat dat makkelijk omvalt, daarom dat ik eigenlijk als ik het niet gebruik, maar ik was het wel aan het gebruiken, dat ik het moet inklappen. Ach ja, dat hangt ook weer op. Tot zeven. Ah jongens, jongens, jongens. Ah, mijn camera nog goed vasthouden. Ja. Het is over die vlag. Die vlag lag eraf. Ik heb mijn andere plakband moeten plakken. Want dat lag eraf. Hij lag aan mij. Ik had hem als deken zoals ik zei. En dat is niet handig, hè. Dat is niet handig. Poten zitten niet echt goed. Ah, draai dan. Dat gaat makkelijk. Ja. Ach ja, over de rest wil ik niet echt iets zeggen. Ik wil gewoon zeggen dat die vlag was eraf gevallen. Ja, en het is al 7 uur of zo. Kwart voor 7. Oh ja. Ja, kwart voor 7. Dat is 10 voor bijna. Zie ik net. Oh, sorry. Schoof uit. Dan heb ik mijn camera schoof eraf. En dan. Voor de rest heb ik niet echt veel gedaan. Deze is helemaal plat gegaan. Zie. Het is helemaal plat. Dat is niet handig, hè, bros. Dat dat helemaal plat is. Ik heb dat niet graag, zodat er iets plat is. Oké. Gaan we dat er op blazen. En voilà. De camera staat ook weer vast. Normaal. Of is die naar achter aan het totteren? Nee, ik had het gevoel dat hij naar achteraan top was. Oh joh, is het hier dan? Dat zou goed moeten zijn. Oh, je krijgt hier niet ingeduwd. Oké. Hallo.
als de Belgen zondag gaan spelen. Het wordt nog spannend. Ik heb dat eigenlijk echt gezien. Ah, doe maar. Deze is ook plat. Oh ja, deze is ook niet zo opgeblazen. Het is precies plat aan het gaan. Maar daar is dat hij deze vliegt. Ik dacht dat hij plat aan het gaan was. Maar dat is omdat hij de andere dingen vliegt. Daarom. Daar was deze al goed. Gaan we gewoon niet verder. Dat kan ik zelf beter aan doen. Natuurlijk is het niet de bedoeling om met twee velgen te doen. Maar ik heb ze zelfs goed gedaan. Zo is het. Maar ja. Ik heb ze nogmaals verkeerd aan. En daar zit aan die kant. Zo is het eigenlijk. Maar ja. Niet waar ik die ga leggen, mijn Belgische accessoires. Mijn vlag hangt al mooi uit. Dat is wel grappig, die vlag zien jullie die eigenlijk? Eens even zien. Jullie dat kunnen zien. Die vlag. Ja, jullie zien net. Ja, ik kan slecht wijzen. Net daar, de vlag. Het is grappig om te zien, die vlag. Schermpje van mijn camera durf ik niet in te lappen. Ik heb daar altijd schrik voor dat ik kapot was zoals bij mijn vorige camera. Maar toen ik bedoel je wel uit de vallen, dacht ik. Ja, maakt niet. Echt ja. Veel keuze vandaag niet doen, want alles wat ik wou plannen eigenlijk is mislukt. Toppie. Alleen wou plannen, ik bedoel. Met dat ding, ik wou dat eigenlijk vandaag doen, dan besefte ik, ik kan het nu niet meenemen. Ik kan het, die dag dat ik het wou meenemen, besefte ik, oh ik kan het niet meenemen, want ik kan het nergens vastzetten. Nou, ik had beter toch tegen mij gezegd, neem het in uw handen mee, want dat was mijn eerste plan. Want nu heb ik niks. Ah ja, wat ik wel nog drinken moet bijwerken is, ik ga het even halen. Een tegel. Een tegel heb ik nog niet bijgewerkt. Hoeveelste vlog is nu al eigenlijk? Zien even. Hoeveelste vlog dat nu al is? Ik ga jullie names beter zetten. Zien jullie mij beter, toch? Ben ik nog aan het lopen eigenlijk? Yep. Het is heel stil altijd op die camera. Is dit. Oh ja, ik zit gewoon al meer vlogs verder dan dat er hierop staat. Ja, dat zal grappig zijn, dat kan niet. Wat was het nu weer? Ja, 4. Vandaag. 584. Vlog 584. Je mag erop spreken daar. We zien dat wel, ja, we zien dat wel. Staat er op zijn plek? Nee, jullie zien dat niet. Maar het maakt niet uit. Ik wou wel zeggen dat hij hier. Hier staat hij terug op zijn plek. Het stond bijna heel die kast om. Nou, niet aandacht, hè. Dat ik heel die kast omstond. Ik ga even mijn camera goed zetten.
Ach ja, maakt niet uit. Ik moet niet heel die kast aan stompen, want dat is niet handig, natuurlijk. Ach ja, tot ziens. Jongens en meisjes, ik ben net een gameplay aan het opnemen. En mijn vlag is teruggevallen. Het zal toch met duimspijkers moeten, ik heb daar eigenlijk geen zin in. Dan beschadig ik misschien dat. Maar ja, het moet maar. Ik kan hem zo niet laten hangen altijd. Maar alleen weet ik niet. Hier hangen ergens nog duimspijkers. En ik gezien toen ik dat ophangen was. Hier, ja. Als ik hem raad krijg toch. Ik was dus aan het zeggen van ik moet een duimspijker vinden. Mijn grote camera is plat, dus ik moet even met mijn kleine camera opnemen. Ik weet niet, maar die geeft dat niet aan op voorhand, die camera. Ik zou dat wel graag willen weten wanneer dat die plat is, want die geeft dat niet aan op voorhand. Dus ik moet dat meer in doog houden. Deze camera kan ik natuurlijk weer het scherm vanuit klappen en zo zetten. Dat is weer wel handig, maar ik vind het toch liever met een hogere kwaliteitscamera. Dus ja, van even met deze camera, als ik die vlag heb terug opgehangen, de duimspijkers, dan film ik terug met mijn hoogtechnologische camera. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik zo ga opnemen met deze camera. Eigenlijk is de camera voor een extra camera. Ja, oké. Dus ik heb hier één duimspijker tussen. Ik hoop dat hij niet op grond gerold is. Ik heb hem nog. Hier zijn. Deze is ook minder wijd, dus ik kan dan minder ver met filmen. Dus ik moet elke keer mijn camera verzetten. Nou, ik moet dus ooit. Oh joh, ik heb een witte duimspijker voor een rode. Gele duimspijker voor een rood. Maar, oh, die duimspijkers gaan er nog. Dat is onmogelijk in. Huh. Ah. Nee, dat gaat niet. Oh, er zit een plakker misschien voor. Gaat dat zeker niet aan. Ik zit misschien in een dik stuk te porren. Om beter hierin steken. Dat gaat beter. Als ik in een dik stuk sta te porren, dan gaat dat niet echt. Werken. Hier zit er ook in, maar die krijgt precies niet eens uit. Daar. Nice. Deze camera weegt te binnen, niet te geloven. Ah, daar. Goed dat ik nog op de rechte duimspijker zit. Die onderste moeten niet echt gedaan worden, die blijven lang hopelijk. Dan moet ik wel met die speciale app weer mijn camerabeelden overzetten. Dat doe ik niet graag, hè. Dat weten jullie wel. Hier is nog een gat vrij. Met die duimspijkers kan ik wel niet kiezen waar ik ze hang, want sommige plekken zijn niet goed om in te duwen. Maar, maakt niet uit. Ik druk de help van de plakband nog mee. Zoals jullie hier zien. Die speed valt mijn camera ook alweer uit, omdat die ook plat is. Eigenlijk moet ik die ook insteken, hè, die camera, alsjeblieft. Als ik niet meer aan het filmen ben. Steek die batterij nu? Ja, die batterij steken. Dat was wel handig aan deze camera. Kon ik altijd filmen. Want die gaf op voorhand aan wanneer dat plat was. Ik stak die eigenlijk elke avond in. Maar met een plat batterij is dat niet zo goed eigenlijk om die elke keer in te steken. Maar ik denk dat ik het toch ga moeten doen, want zo kan het niet altijd zijn. Het is elke dag dat ze bijna uitvallen. Ah, en nu zit ik juist op een dik stuk zeker als ik dat hier wil steken. Moet het maar waar scheef hangen. Dat is het enigste plek waar dat scheef hangt. Omdat dat een te dik stuk is. Ach ja, zo ziet het eruit. De vlag hangt terug op. Ik zie jullie subiet terug op die camera. Want ik ga nu alleen nog maar filmen met die camera. Moet ik wel weer een SD-kaartje wisselen. Ah nee, chips, ik ben het vergeten. Ik heb hier nog een SD-kaartje van mijn witte camera steken. Doe maar. Dan moest ik alles op tweede SD-kaartjes doen. Ja.
Jongens, ik kan vanaf nu content vanop mijn buik maken, want ik heb iets gezien. Ik heb er zelf een gemaakt, maar ik heb eens gezien ook hoeveel dat de echte kosten. Die kosten wat te veel voor mijn budget. I don't do that for. Dus ik ben mijn statief vergeten op te draaien op mijn camera. Besef ik nu. En dat is nooit makkelijk, want ik vind het haartje niet als ik daar niet naar kan kijken. En ik moet er naar kijken voor mijn camera. En dat is niet handig voor jullie, want dan kunnen jullie mij niet zien. Sorry voor dat gekraak. Zo, ik hoop dat ik niet op pauze heb gedrukt. Nee, oké, okay, loop nog verder. Maar jongens, ik kan dus mijn GoPro nu op mijn borstkast zetten, zoals jullie zagen op dat dingetje. En ja, ik heb naar de echte prijzen gezien hoeveel dat kost echt. Allee, hoeveel dat kost. Het is niet de zelfgemaakte, maar die van de GoPro zelf. En die kostte wel wat om zomaar geld aan uit te geven. Als je er zelf een kunt maken dat even goed marcheert. Allee, vind ik toch even goed marcheert. Ik heb natuurlijk nog niet een filmstand uitgetest. Eerst was deze rond mijn nek. En ik zie dat mijn camera ietsjes te hoog stond op mijn hoesting. Dat was dus ook. Het kan zijn dat de camera goed staat. Maar toch vind ik het ietsjes te hoog op mijn hoesting. Nog zo. En dan moet ik daar recht hangen. Dit moet ik dan achter mijn rug vastmaken als dat gaat. Ja, het t-shirt zit ertussen, dat maakt op zich niet zoveel uit. Dan hangt het hier op mijn borstkas. Dan zet ik mijn GoPro erop. En ik ben niet van plan om met mijn GoPro te filmen, want dan moet ik 3SD kaarten editen. Ik zal dat morgen wel doen ofzo. Maar dan heb ik mijn GoPro erop. En dan kan ik als ik wil. Wow. Niks uit mijn handen laten vallen liefst. Als ik dan wil, kan ik zo met mijn GoPro filmen. Dus ik kan nog content maken. Misschien morgen dat we dat doen met die raketdingen. Dat wel leuk is voor mijn GoPro. Morgen heb ik wel 3 of 4 SD-kaarten dat ik ga moeten overzetten en zo. Want ik ga met mijn aparte camera mijn gezicht editen. Filmen. Proberen zo dicht mogelijk. Ik denk dat ik dat meer met mijn gsm ga doen. Die kan meer tegen water dan mijn camera, denk ik. Dus ik denk dat ik dat met mijn gsm ga filmen van dichtbij. Van ver weg gaat deze camera staan voor te filmen. En de beste kwaliteit hebben voor in te zoomen. Als, ja, voor tijdens de edits in te zoomen. Deze is de beste kwaliteitscamera, dus ik kan dat best met deze doen. Als ze dan vliegt, dan kan eigenlijk met de edits kan volgen, dat was het. Dat ik het met de edits kan volgen. En dan deze zet ik ook op mijn borstkas. Voor als ik dat aan het oppompen ben. Ik denk dat dat ook wel iets graven is. Dan zien jullie hoe dat ik zie. Oh. Allee, ongeveer hoe dat ik zie. Die kan iets hoger. Als ik zo doe, dan filmt hij naar daar als ik naar daar kijk. Dus ja, maar maakt niet uit. Ik zal nog wel zien dat ik... Ja, als ik dit op mijn borstkas zet en jullie zien in de edits die beelden niet, dan is dat maar zo. Maar dat is het voor binnenkort. Misschien voor morgen, dus abonneer al zeker. Ja, ik vond het, ik zeg dit eigenlijk op Enzo Knol, zo'n vlog van vandaag. En ik dacht, ik zie dit zo vaak voorbij komen, kan ik het echt niet simpeler doen? En toen zag ik naar beneden. En toen zag ik zo'n deksel van zo'n doos. Zo'n deksel. Is dat van gemaakt voor de mensen dat het niet kunnen zien? Zo'n deksel is dat van gemaakt. Er staat nu soep op en de rest is weggescheurd. En wanneer dat daar gedaan is met vervaldatum. Maar dat heb ik er ook afgescheurd. Ik heb dan een ketting van een 20-pack dat toch al kapot was gebruikt. En dan een ketting van mijn camera tas. Van mijn camera tas van mijn andere camera. Nou, maar kan ik die toch nooit eraan, die ketting. Dus ja, heb ik die gebruikt en dan een kleine GoPro mount dat ik had liggen. Erop geplakt dat geen kwaad kan, dat erop kan blijven zitten. Dan kan ik mijn GoPro er ook afklikken. Dan moet ik even mijn camera voor neerzetten.
Dat gaat ietsjes gevaarlijker. Voilà, hij is eraf. Voilà, hij is eraf. Nu is de GoPro eraf, heb ik hem apart. Ah, ja, ik slis je bij terug. Tot zoveel. Nice, die GoPro houder voor op mijn borstkas. GoPro mount. Nu kun je er niet meer overzien dat ik voor België stem. En aan mijn deur hangt ook nog iets van België. Heb ik er ook nog aangehangen. Erg, er zit een hond van buiten te blaffen. Maar dat van mijn deur, dat blijft niet hangen, denk ik. Die vlag wel. Die dingen dat daaraan hangt, daar hangen mijn petten aan. Dat hangt al lang. Sorry voor mijn haar. Dat hangt er al lang aan. Dus sowieso gaat dat vlaggetje er ook blijven aanhangen. Deze vlag hangt ook aan, blijft ook hangen, behalve als dat scheurt hier. Als hij scheurt hier, maar dat denk ik niet. Dus ja, maar dat weet ik niet, dat dat gaat blijven hangen. Dat is maar mijn plakband vastgaan. Je ziet dat niet. Ik kan ook niet zoomen. Nice. Maar ik zie morgen terug. Vindt abonneren, vind vindt niet blauw duimpje mag doen. Druk ook op het beltje naast abonneren op zijn auto op de hoogte van elke video dat ik upload. Zie ik jullie morgen terug om 4 uur en zeg ik zoals altijd GG out.